NEC speelde de topper uit tegen Go Ahead Eagles met 1-1 gelijk en mocht daar blij mee zijn, vonden ook spits Sven Brake en Adrie Bogers na afloop. Ik vond Go Ahead prima spelen, we hadden ze van tevoren gezien en toen had ik daar een andere indruk van, maar vandaag hebben ze dat prima gedaan. En wij zijn te weinig aan het voetballen toegekomen wat we uiteindelijk kunnen, dus nogmaals, dan ben je tevreden met het punt. Sven, 10 minuten in het veld, 11 en je scoort, dat is het debuut waar je van droomt, denk ik. Ja, zeker. Het was, was een momentje waar ik op hoopte. Schot van Arnold, volgens mij. En ik hoop gewoon dat die keeper hem loslaat. Het gebeurt en dan hangt hij. Ja. Zo'n uitvak van 400 man kon je meteen even je vreugde goed uiten. Nou ja, bij Almere was dat iets minder, maar die fans waren ook fanatiek. Maar het is gewoon mooi inderdaad. Die mensen, ja, als je die zo blij ziet, dan dat geeft je wel een kick. Hoe komt het dat je niet aan het voetballen toekomt dat je graag wil? Ja, ik had het idee dat met name de tweede helft de jongens die wat later zijn aangesloten ook redelijk doorheen zaten. En eigenlijk daar vaak de ruimte lag om te voetballen, hebben dat nagelaten. Dus dat is wel jammer. Ik denk dat ik nog af en toe wat onnodige meters maak. Dus inderdaad, tweede helft had ik een actie dat dan even de kramp erin schoot. Maar goed, ik weet, kan ook te maken, misschien iets weinig gedronken of... Misschien een stukje wedstrijdspanning, weet ik het. Maar ik voel me gewoon 100% en de blessures die ik in het verleden heb gehad, die zijn weg. Dus ik ben er weer klaar voor volgende week. Het eerste kwartier echter waren jullie erg goed ook aan het meedoen. Die felheid kwam van beide kanten. Het was prachtig om naar te kijken. Een uithangbord ook voor de Jupiler League was het. Ja, ik had in het begin, zei ik op de bank, het had ook 2-2 of 3-3 kunnen zijn. En daarna vond ik dat Go Ahead wel de overhand had. En deden wij een aantal plaagstoten waarin ik denk we nog wel hele grote kansen kregen. Ook de tweede helft nog één volgens mij. Maar uiteindelijk denk ik wel dat wij blij mogen zijn met een punt. De blessures die ik in het verleden heb gehad, die zijn weg. Dus ik ben er weer klaar voor volgende week. En je glundert ook. Is dan nergens iets van negativiteit dat in die tweede helft er geen kans meer gecreëerd werd? Dat het uiteindelijk niet gewonnen is en dat Go Ahead eigenlijk de tweede helft ook gewoon beter was? Ja, dat is wat je zegt. Ik vond Go Ahead ook in de tweede helft meer aanspraak maken op de overwinning. Dus Josh die redde een paar keer goed. Dus al met al denk ik dat we gewoon blij mogen zijn met een punt. Dus het is gewoon aan mij de taak om... Om meer inhoud te krijgen. En dat doe je door alleen maar te trainen. Dus maandag weer keihard aan de bak. Er is maar één club die nog de volle buit heeft van de teams die meedoen om het kampioenschap, zeg maar. Hè? FC Os. Dat is nog niet op voorhand een concurrent. Is het dan ook gewoon een hele moeilijke uitwedstrijd waar je een prima resultaat boekt? Zie je het zo? Of ben je dan ook gewoon een beetje aan het balen van het feit dat Go Ahead ook gewoon een goede wedstrijd speelde? Ja, beide. Beide. Bij Go Ahead uit een punt halen. Dat is gewoon een hartstikke goed team. Dus qua resultaat is dat prima. Alleen als je kijkt naar het veldspel, dan verwacht je er eigenlijk veel meer van. Dus daar moeten we wel mee aan de slag.